Stel u zelf voor in exact 30 seconden. Hallo, ik ben Christel van Praat, 37 jaar en afkomstig uit Zemst. En ik sta op plaats 6 voor de verkiezingen van het Vlaamse parlement. En ik neem met veel enthousiasme deel aan deze verkiezingen. Ik ben van opleiding een licentiate in de toegepaste economische wetenschappen en ik heb ook een master in de fiscaliteit. Verder hou ik van fietsen door het mooie Vlaams-Brabantse landschap. Ik ben gek van skiën en ik heb een enorme voorliefde voor Italië. Waarom stapt u in de politieke strijd? Ik ben al een aantal jaren actief in de lokale politiek en dat bevalt mij heel goed. Ik doe dat heel graag. Maar wat mij een beetje stoort en wat ik spijtig vind, is dat de politiek een negatieve bijklank krijgt en dat mensen een beetje verzuurd reageren als het over politiek gaat. En ik kan het enigszins daarin wel begrijpen, omdat er vaak negatief gepredikt wordt op allerlei sociale media. En ik blijf liever niet aan de kant staan, dus ik zou graag meedoen. En dit dan wel om op een positieve manier vooruit te denken en te werken samen met vele collega's aan een positief verhaal. Wat op lange termijn alleen maar mooiere resultaten kan voortbrengen, mijns inziens. Welke quote heeft u gekozen? Ik moet eerlijk zeggen dat ik geen politieke quote heb, omdat ik vind dat je moeilijk iets kunt samenvatten in een paar woorden. Maar ik heb wel een levensquote, bij wijze van spreken. En dat loopt zo wat doorheen mijn alles. En dat is, waar een wil is, is een weg. En ik denk, als je je ergens echt graag voor wilt inzetten, dat no matter what, dat wel zal lukken. Wie zijn uw politieke voorbeelden? Ik dacht eerst aan een semi-politiek voorbeeld in de zin van Michelle Obama. Ik durf inderdaad te stellen, het is geen politica, maar ze heeft er wel kort mee te maken. Ik kijk daar naar op, dat is een pittige dame. Ze is wel bespraakt en ze komt goed over. En ze brengt vooral, wat ik daarnet al zei, positivisme naar voren. Wat zijn uw politieke interesses? Wel, ik was tot voor kort OCMW-voorzitter in Zemst. En ik heb geleerd en ook gevoeld dat de sociale thema's mij wel nauw aan het hart liggen. Ik ben bijvoorbeeld voorstander om ouderen langer laten thuis te wonen, of senioren is een mooier woord. Ik vrees dat het moeilijk wordt om alle zorginstellingen aan te passen aan de grote massa die dat er nog aan aankomt. En ik denk ook dat de senioren zelf graag wensen zo lang mogelijk thuis te wonen. Desalniettemin komt er soms wel een punt dat je naar een woonzorgcentrum moet. En dan denk ik dat het daar belangrijk is om hen zo huiselijk mogelijk gevoel te geven. Bijvoorbeeld hebben we in Zemst daarvoor een riksha aangeschaft. En dat is een Japanse fiets waarbij er senioren op de fiets kunnen genomen worden om zo door hun mooie gemeente Zemst nog eens een keer te rijden in plaats van tussen de vier muren te blijven zitten. Vonden we dat een leuk initiatief om mensen nog eens een keer door Zemst te brengen. Maar ook thema's zoals betaalbaar woning voor jongeren. En ik spreek daar bewust niet over sociaal wonen, want sociaal wonen zijn we al mee bezig, daar zijn quota voor opgelegd. Maar onze middenklasse, de twee verdieners die pas van start zijn gegaan in hun loopbaan, die hebben soms onvoldoende mogelijkheden om aan de dure verkoopprijzen te kunnen voldoen. Dus ik denk dat we daar een initiatief misschien wel in kunnen nemen. En los van dit alles ben ik graag mee actief aan het werk om onze Vlaamse rand Vlaams te houden en het Vlaams karakter niet te vergeten. Wat kan er anders en beter in de politiek? Het gekibbel op de sociale media zorgt er volgens mij voor dat er minder makkelijk compromissen te sluiten zijn. En ik denk dat een goed compromis beter is dan een strijd. Dus ik vind dat er meer moet gepraat worden zonder los van elkaar te praten en te twitteren. Dat is één zaak. En ten tweede, en dat is over alle partijgrenzen heen, de posjespakkerij, zoals dat in de volksmond genoemd wordt. Ik denk dat ook dat mensen
politiek een negatief beeld geeft. En ja, ik kan mij daar helemaal niet in vinden. Welk voorwerp heeft u meegebracht? Ik heb daar niet zo lang over moeten nadenken eigenlijk. Iedereen die dat mij kent, die denkt aan high heels en stiletto's. Ik ben redelijk klein van gestalte en daarom draag ik altijd hoge hakken. Voor eerst om groter te lijken, maar ook omdat ik mij daar heel goed bij voel. En ten tweede, dus los van mezelf, wat ik daarnet over Michelle Obama zei, high heels en stiletto's staan voor pittige dames. En ik hoop dat ik een pittige dame in de politiek kan worden.